Dit zijn de helden van vandaag. Stuurman Harry van den Bungelaar uit Uden en zijn compaan Cor Looijenstein uit Brezant. De zon schijnt. Wat willen we nog meer? De 12e etappe is 195 kilometer lang en start morgen in Lannemezan. Voor de 5e keer in de Tour-historie ligt de finish op Plateau de Bijen. Ploegleider Thomas Dekker kwam in 2007 hier als coureur boven, maar denkt met een wrang gevoel daaraan terug. Sinds zouden we eigenlijk de Tour gewonnen hebben hier. En de avond na Plateau de Bijen wordt Rasmus uit de koers gehaald. Nadat wij al bijna 2 weken in de gele trui reden. En heb ik een van de grootste desillusies uit mijn carrière gehad. We gaan zo Plateau de Bijen op. Dat is een klim van bijna 16 kilometer. 7,8% gemiddeld. En op het laatste vlakt hij wat af. Ik verwacht natuurlijk wel van deze twee klasbakken dat we gewoon wel omhoog knallen. Plateau de Bijen is een beest. Het is het slotstuk van 3 loodzware dagen in de Pyreneeën. Nergens krijgen de vermoeide renners de mogelijkheid om tijdens de klim even bij te komen. Het is constant zwoegen. 10% Cor, voel je wel, hè? Ja. Ik heb al vaker hier in de Pyreneeën gefietst en deze klim heb ik nog nooit gereden. Dus hij stond echt op mijn lijstje. Niet vergeten dat ik eigenlijk alleen maar op het platteland fiets. Ik kom voor Noord-Holland. Alles vlak dit jaar. Vandaag voor het eerst in de bergen. Ik heb nog geen berg gezien. Kom op Cor, we zijn er bijna. Het publiek maakt zich op voor de etappe van morgen en krijgt een prachtig voorprogramma. Harry van den Bungelaar en Cor Looijenstein worden naar de top van het plateau de Bijen geschreeuwd. Ja, heerlijk als al die mensen zo met je meeleven. Ik vind dat gewoon prachtig. Dat geeft je ook weer een beetje steun in je rug eigenlijk. Om weer even ook weer een beetje aan te zetten. Je ziet soms dat je dan toch weer even wat sneller gaat. Dat geeft een goed gevoel. Het is gewoon niet makkelijk. Mensen zien ons denk ik elke dag nu op televisie op het tandem alle bergen bedwingen. Maar het blijft echt topsport. Ik ben blij dat je over de finish bent. Dat doe je het uiteindelijk ook voor met elkaar. Het is echt prachtig. Goed gedaan, joh. Toppie. Mooie prestatie van Cor en Harry. En wie zal er morgen als eerste boven zijn? Terug naar jullie, Wilfred. ASR, de Nederlandse verzekeringsmaatschappij voor alle verzekeringen.